Hallo, vandaag gaan we amandelkoekjes maken. Hier heb je niet alleen maar 4 ingrediënten voor nodig, ze zijn ook nog eens glutenvrij. We beginnen met de eieren en die gaan we scheiden. Het eiwit doen we in de ene kom en het eigeel in de andere. Aan het eiwit voegen we dan ook het sucraloze kristalpoeder toe. En het amandelmeel. En dit mengen we goed onder elkaar met een houten lepel of eventueel met onze handen. Het laatste beetje doe ik nog met mijn handen om alles extra goed te mengen. Zo zie je dat er eigenlijk een deegje ontstaat en kunnen we er gemakkelijk balletjes van rollen. We nemen dan een beetje van het deeg, ongeveer ten grootte van een kleine pingpongbal. Rollen dat nog even tussen onze handen om er een mooi bolletje van te maken. En dompelen het nog even onder in wat amandelschilfers. Merk je nu toch dat het deeg een beetje te hard aan je vingers plakt, kan je ze eerst even nat maken in wat koud water. Voilà. En dan leggen we ze op een bakplaat bekleed met bakpapier. We blijven balletjes rollen totdat het hele deeg op is. Ziezo, alle balletjes zijn gerold, dus nu zijn we klaar voor de oven. Die is al voorverwarmd op 200 graden Celsius. De koekjes zetten we in de oven voor ongeveer 8 tot 10 minuten, tot ze mooi goudbruin zien bovenop. De koekjes komen net uit de oven en ze ruiken niet alleen heerlijk, maar smaken ook lekker zoet dankzij het gebruik van zoetstoffen. En zo sparen we heel wat calorieën uit. Ben jij benieuwd naar jouw dagelijkse inname van zoetstoffen? Check dan zeker eens de website www.zoetstoffen.eu en doe daar de test. Voor deze gemakkelijke amandelkoekjes heb je volgende ingrediënten nodig. 200 gram amandelmeel, 75 gram sucraloze kristalkorrel, 2 eiwitten, 100 gram geschaafde amandelen.